Hallo kijkers van Lego for Life. Mijn naam is natuurlijk Jochem. En tof dat jullie allemaal weer kijken naar weer een nieuwe Lego Room update nummer 2. Ik wil voortaan elk weekend sowieso een Lego Room update maken. En als we daarmee klaar zijn, gaan we over naar de normale Lego updates. Dus dat is best wel vet. Er is weer wat gebeurd in de Lego kamer. Ik heb super veel zin om dit te laten zien. Dus laten we lekker de camera omdraaien en dan gaan we kijken naar de Lego kamer. Oké, we zijn weer in de Lego kamer en het is misschien een beetje donker, het is niet echt lekker weer of zo. Het is nog ochtend, maar ja, het regent en zo, het is niet echt lekker weer. Dus daarom is het misschien een beetje donker in de Lego kamer. Omdat eigenlijk moeten wij nog een nieuwe lamp, maar dat komt later. Ik ga dus weer wat nieuwe dingetjes laten zien van de Lego kamer. En dat is als eerst deze deur. De vorige keer zaten er iets van 4 foto's op. Nu zijn het er meer geworden, dus dat is best wel nice. Hier een paar nog van Legoland. Hier een pissende hond. Dus dat is wel leuk. Daar die van Windsor. Hier nog een wat. Van Legoland, ook best wel nice. Ook nog deze dingen van de Shima. Lego Shima, en dat beweegt dan, net zoals hier bij Ninjago. Dus ja, dat is best wel vet. En ja, voor de rest wil ik deze deur nog veel meer vullen met allemaal Lego kaartjes. Ook hebben wij hier zo op de grond een lekkere, ja, kleedje. Dus dat is wel nice, bij de ingang. Dus dat is wel chill, stond ik net de hele tijd op. Ja, dat is gewoon lekker, weet je. Dan, qua Lego is er wel wat bijgekomen. Ik heb hier zo Hero Factory neergezet. En Bionicles. Maar ik vind dit niet zo mooi. Dus ik ga ze waarschijnlijk ergens anders zetten. Maar ze staan nu even hier zo. Ook heb ik hier nog wat oude Avengers sets neergezet. Zijn nog niet allemaal compleet, maar daar ben ik nog mee bezig. Dus dat is wel nice. Ook nog een oud Space setje. Dus ja, dat staat hier ook best wel nice. Ook moeten we eigenlijk nog even een plekje gaan fixen voor Legoland spulletjes. Of ja, speciale dingetjes die we ooit een keer ergens gekregen hebben. Zoals ja, deze Legoland Windsor beker hebben we ooit een keer gekocht. Zo'n vis in zo'n tank. Dat was toen in het Lego huis in Denemarken. Dat staat nu even hier zo voor het Ninjago aangezien. Ja, we moeten nog even een goede plek vinden voor dit soort dingetjes. Hierboven staat ook nog wat. Dat is een oud Systems setje. Volgens mij staat hij trouwens verkeerd eens om. Oeps, hij moet zo. Een oud Systems setje, nieuw in de doos. Die heb ik ooit een keer gekocht voor 4 euro of zoiets. En dan hier nog 2 van die dingetjes. Ik weet niet hoe die heten, maar ja, die staan daar ook. Maar dit gaat eigenlijk uiteindelijk nog weg als we daar een plekje voor hebben. Ook ben ik al soort van bezig geweest met de city, maar deze dingen die moeten er nog even uit. Alleen die zit echt heel strak, dus dat is een beetje kloot, anders heb je zeg maar dit. En dat is niet zo fijn, maar ik ben er een klein beetje mee bezig geweest, dus ja, dat is wel nice om te weten. Ook staat daar nu mijn eigen Brickhead, ook best wel nice. En daar staat het Minecraft setje, die gisteren in de hole te zien was. Ja, best wel nice. Daar nog een doos van een Lego City setje. Dus ja, dit is volgens mij een setje van 2009. Voor de rest hebben we daar dan nog de Rankle Pit. Was ook gisteren te zien in de hole. Best wel vet de Rankle Pit onder Jabba spellen. Het ziet er zo vet uit. Ik vind het echt fucking episch. Ja, het ziet er gewoon fucking vet uit. Ik moet gewoon eerlijk zijn, het ziet er echt vet uit. Dan is daar zo nu dus Jabba spellen weg, aangezien die nu... Ja, daar zo staat, want hier zo past die dus niet meer. Voor de rest hebben we van de Lego Movie 2 nog een setje erbij en dat is daarachter. Als jullie niet weten welk setje het is, ik heb hier toevallig de doos. Deze. Dus dat is best wel vet. Die staat nu ook in elkaar. En die staat nu dus daar zo bij. Dus dat is vet. Ook was als het goed is de vorige Lego Room update dit leeg. Nou, het is nu wel meer gevuld met Lego dozen. Daar zit wat city, nou van mijn oude city zit hier wat shit in. Dus ja, daar huisjes en dat soort dingen. Daar zitten Lego blokjes in gesorteerd. En dan daar zitten als het goed is Lego boekjes in. En dan daar Duplo. We hadden het laatst weer Duplo gevonden, echt in de kast. Dat kan ik wel laten zien, ja het is Lego weet je. Het is Lego Duplo, ja oké. Best wel grappig dus. Ik weet niet of we dit neer gaan zetten, maar we gaan het in ieder geval wel in de Lego kamer houden, dus dat is best wel nice. Gewoon, ja, Lego Duplo. Oh, wauw, ik zie nu pas dat ik mijn lamp ook niet aan heb staan. Oeps, sorry, nu is het wel iets beter. Nu ik mijn camera lamp heb aanstaan. Oeps, sorry daarvoor.
Daar zitten nog allemaal lege boekjes in. Dit kan ik nog wel een keer laten zien. Het zit allemaal in van die mapjes. Wat is best wel nice is. Hier zitten gesorteerde blokjes in. Hier zitten polybags in. Dus dat is best wel nice. Dan daarachter zitten nog meer gesorteerde blokjes. Hier een lege beker. Ja, of drinkfles eigenlijk. Hier zit de stift in om custom figures te maken. Maar dat doe ik eigenlijk nooit meer. Hetzelfde geldt voor dit. Hier zit nog allemaal shit in wat je kan gebruiken. En hier zitten als het goed is lego wapens in. Ja, ook best wel nice. Daarachter nog meer gesorteerde blokjes. En dan voor de rest hier de partybox. Die gaat nog weg, maar die staat hier nu tijdelijk. Hier is er nog een lego pak kaarten van Legoland. Ja, en hier dus ook nog Legoland potloodjes. Maar wat ik net dus ook al zei met dit. We moeten nog even een plek gaan fixen voor Legoland spulletjes en zo. Dus daar gaan we nog even voor kijken. Voor de rest hier nog een plattegrond van de camping bij Legoland. Hier nog een tekening, nog een tekening. Hier de catalogus van Engeland van vorig jaar. En hier nog een plattegrond. Oh ja, hier achter trouwens ook nog allemaal lege bakjes. Dat had ik nog niet gezegd. Het zijn er in totaal 3, 6, 9, 12. En we hebben er nog 2. En ja, hier zitten gewoon allemaal CMF's in. Dus dat is wel nice. Daar ook nog, ja. En voor de rest nog allemaal blokjes. En de rest is nog leeg. Maar dat gaat ook nog gevuld worden. We willen misschien ook nog meer bakjes halen. Dan staan hier tijdelijk de lege koppies. Ik heb ze uit de doos gehaald. Maar ze staan hier nu dus. En ik kan er wel even eentje pakken zo. Oké, dit zijn ze dus. Als jullie de hal van gisteren hadden gezien. Je kan ze gewoon zo openmaken. Dus dat is wel leuk om dingen in te doen. Maar ik zit dus even te denken waar ik deze neer wil zetten. Ik dacht eraan om ze op de kast neer te zetten. Ja, ik film niet zoveel daarin. Want daar staan namelijk ja, Legoland foto's. En daar staan mijn ouders ook op en zo. En ik weet niet of die het leuk vinden. Maar ik dacht er dus aan om ze op de kast neer te zetten. Dat lijkt me wel vet. Voor de rest staan hier nu ook nog allemaal dozen met ja, Lego shit er natuurlijk in. Lego for Life board, yes. En dan denk ik wel het vetste wat er nu bij is gekomen. En dat is namelijk de monorail. Ja, de monorail, de space monorail, de oude monorail. Fucking vet. Hij staat bijna helemaal compleet in elkaar. Er missen nog wat blokjes, bijvoorbeeld hier zo mist nog iets. En dat soort dingetjes. Maar voor de rest staat hij dan helemaal in elkaar. En ik kan hem ook aanzetten. Dus dat is episch. Oh. 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 Ja, oké, okay, vet. Kijk, daar gaat hij. Ik hoop trouwens niet dat hij ergens tegenaan botst. Oh. Het is hier nog wel een troep. Echt fucking episch. Deze is van de jaren 80 zoiets. Space Monorail. Ja, super vet toch. En daar gaat hij. En ik zet hem uit. Oh, hij gaat niet uit. Fuck. No, oh, hij botst tegen iets. Hoezo gaat hij niet? Oh ja, hij is uit. Episch. Volgens mij is dit ook een van de duurste Lego sets op de markt, de monorail. Denk ik tenminste. Hij is in ieder geval best wel veel waard. Dus ja, echt super vet. Voor de rest ligt hier ook nog allemaal dingen. Nog wat doosjes die ik nog even plat moet maken. Dan hebben we hier nog allemaal zakjes. Het zijn er in totaal 4. Dit zijn namelijk van 4 adventkalenders. Dus ja, hier 1, 2, 3 en 4. Die moet ik nog even ergens dumpen, maar ik weet niet waar. Dus ja, daar moet ik nog even plek voor maken. Ik had trouwens van dit Lego setje ook een speedbuild gemaakt. Maar dat was de eerste speedbuild die ik ooit heb gemaakt. Maar ik vind die niet zo goed gelukt, want dat was nog op de oude plek. Dus ik denk dat ik die niet online ga zetten. Dus ja, dan weten jullie dat over dit setje dus. Maar ja, de monorail, echt super vet. We zitten dus even te kijken, want ik wil eigenlijk nog hier zo onder. Hier is nu nog een troep. Maar ik wil uiteindelijk hier zo, op deze hoogte, hier zo een plank. Tot en met daar. En dan wil ik daar eigenlijk de monorail opzetten. Dat lijkt me wel vet. Dan heb je dus ook nog het bureau om te gebruiken. En dan staat hieronder dus de monorail. En dan kunnen we misschien op de grond nog de oude Lego trein doen. Zodat je die ook kan laten rijden. Dat lijkt me best wel vet om hier nog later te doen. Maar dat is iets voor later, weet je. Zo is het nu ook gewoon goed. Daar zijn trouwens de dozen van de advent calendars. En voor de rest, ja, dan nog wat planken, nog wat Lego dingen. De doos van de monorail die er nog best wel vet uitziet. En ook nog best wel ja, netjes voor, die, voor een jaren 80 doos. Dus dat is echt vet.
Dan staat hier momenteel op de grond nog het bord, het rek met wat Lego accessoires eraan. Deze gaan we nog ergens ophangen, maar we moeten nog even kijken, want er komen dus nog planken en zo. Dus ja, we zijn daar nog even mee bezig. Oh ja, dit is nog wel even vet om te laten zien, want ik had dus wat oud Lego van mijn oma gekregen, echt een jaar geleden. Of nou, misschien al 2 jaar geleden. En daar had ik toen ook nog een video van gemaakt op dit kanaal, maar die staat nu dus offline. Maar met allemaal oud Lego. En ik heb dat dus laatst even doorzocht. En er zaten dus ook allemaal oude Lego catalogussen tussen. Dus dat is best wel vet. Hier zo eentje van 1998. Deze is van 1984. Best wel vet. 1998. Dat is net het jaar voordat Star Wars kwam. Dus dat is ja, best wel jammer. Ik had wel vet gevonden als er Star Wars in stond. En dan hebben we er hier nog één. Deze is van waar staat het? 1987. Ja, ook best wel vet. En dan hier nog eentje van 1985. Ook best wel episch. En ja, dit zijn dan alle catalogussen van de afgelopen 8 jaar of zo. Dus ja, dit is echt super vet om erbij te hebben. Dan voor de rest staan hier nog die Unikitty setjes. Allemaal. En nog zo'n Benny's setje hier zo. Maar dit zijn allemaal Unikitty setjes. Best wel vet van de tweede hole toen. Moet nog even kijken wat ik ermee ga doen. En ja, voor de rest nog allemaal andere dichte setjes. Hier nog een tafeltje met een oude lampion. Die moet eigenlijk even weg. Waarom ligt die hier? En er ligt nog wat andere Lego dingen op. Hier nog alle bakjes, of nou, die dingetjes van de Advent kalenders. Dus dat is best wel nice. En hier nog een tafeltje, een wit tafeltje. En ik denk dat dat eigenlijk wel alles is wat nieuw is voor de Lego Room update. Ik hoop eigenlijk volgende update de planken te hebben. En misschien iets te doen met het mica tape. Lijkt me wel vet, omdat hier zo'n beetje om de muur te doen of zo. Of misschien daar langs, I don't know. Misschien op de deur, daarboven of zo. Iets vets ermee te doen. Maar dat gaan we volgende week lekker zien. Oh ja, dit wil ik nog even snel laten zien. Dit is in mijn slaapkamer. Hier is de studio voor de video's. Dus dat is best wel vet. De witte achtergrond en zo. Met de softbox hier zo. Statief hier zo. En dan film ik dit dus altijd zo. Dus dat is wel nice. Hier zijn ook nog 2 bakjes met dubbele blokjes. En instructieboekjes. Dus dat is nice. Hier maak ik de speedbuilds en de reviews. En best wel vet. Ik ga binnenkort deze opnemen. Dus ja, super episch. En daar natuurlijk de softbox die ook aan kan. Best wel vet. Nou ja mensen, dit was dan alweer de tweede Lego Room update. Ik hoop dat jij hem leuk vond. En dan kun je natuurlijk belonen met een lekker blauw duimpje. Check natuurlijk nog eventjes mijn Lego Instagram. Linkje staat in de beschrijving. Check ook nog eventjes mijn main YouTube kanaal waarop ik vlogs en gamevideo's upload. Linkje staat ook in de beschrijving. En check natuurlijk nog eventjes de Dutch Lego community. Linkjes staan ook in de beschrijving. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot in een volgende Lego video natuurlijk. Hier op dit kanaal. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later mensen.